Goedemorgen allemaal, van harte welkom in deze dienst, deze gedachtenisdienst. Speciaal welkom voor onze gasten hier in de kerk, maar ook als u via de livestream meekijkt en deze dienst meebeleeft op dit moment of op een later moment. Voorganger in deze dienst is mevrouw Anneke Nieuwenhuizen uit Veldhoven. Ja, ik zeg het ook dit keer goed. En achter het orgel zit Ton van Anden. Voordat we de dienst beginnen wil ik de tafelkaars aansteken aan de paaskaars als teken van Gods aanwezigheid. Ik wil u vragen te gaan staan en een moment stil te zijn als voorbereiding op de dienst. Ons aanvangslied is lied 275, de versen 1, 2 en 3. Heer onze Heer, hoe zijt gij aanwezig? Tot in eeuwigheid en die niet laat varen het werk van zijn hand begon. De genade, barmhartigheid en vrede van God, onze Vader, en van Jezus Messias, onze Heer, is met ons allen. Amen. Hemelse Vader, God van al wat leeft, van eeuwigheid tot eeuwigheid bent u een God van levenden en van doden. En wij bidden u, dat de dood ons geloof in uw toekomst niet zal ontnemen. Dat onze hoop en onze liefde zullen opvlammen als fakkels in een donkere nacht. Dat niet de vrieskou van de dood, maar de gloed van Pasen ons voor de geest zal staan. Hemelse Vader, God van al wat leeft, in uw hoede schuilen wij. Berg ons in de palmen van uw hand. Sta ons bij als we hen gedenken die ons dierbaar zijn en die we los moesten laten. Amen. Dan zingen we nu van hetzelfde lied, couplet 4 en 5.
Dan willen wij nu gedenken de mensen die ons zijn voorgegaan. De mens uit onze gemeente die in het afgelopen jaar is overleden. We noemen de naam, we gedenken hen, hem en hen. We ontsteken een kaars en zetten hem in het licht, bij het eeuwig licht dat nooit zal doven. En na de dienst mag de familie de kaars als aandenken mee naar huis nemen. En we gedenken niet alleen gemeenteleden die overleden zijn. Er is ook gelegenheid om een kaarsje aan te steken voor een overleden dierbare uit uw eigen kring. En na het ontsteken van de kaarsjes zijn we een moment stil om te gedenken. En daarna zingen we het aangegeven lied. Mag ik u dan nu verzoeken om op te staan? Laten de namen hier genoemd blijven worden van wie gestorven zijn. Zij schonken ons het leven en noemden ons uw naam. Zij deelden met ons dagen, de nachten. Vol zijn onze gedachten van hen, vol herinnering, vol pijn. Laat het werk van hun handen, ons nu toevertrouwd, niet vergeefs zijn geweest. Wij noemen u vandaag de naam van Jaap de Gooien. Laten we voor hem een kaars ontsteken. Annie ontsteekt een kaars voor alle vluchtelingen die het afgelopen jaar zijn omgekomen op zee of elders op zoek naar vrede, veiligheid en toekomst voor henzelf en voor hun kinderen. Een derde kaars wordt ontstoken voor alle slachtoffers van oorlog en geweld, waar ook ter wereld. Dan mag ik nu u uitnodigen om een kaarsje aan te steken voor een dierbare die ontvallen is en die u wilt gedenken.
Dan willen we nu voor zover mogelijk staande zingen lied 731, het eerste en het tweede couplet. Begrepen van de organist dat hij af en toe kuren heeft, het orgel. Dus. Maar goed. We willen nu het gebed om ontferming bidden. En na ieder gebed zingen we naar de woorden "Daarom bidden wij", zingen wij acclamatie 367d. En die zingen we 2 keer. Na iedere "Daarom bidden wij". Laten wij dan de Heer aanroepen om ontferming voor de nood in de wereld. Voor de nood van zoveel mensen die lijden onder geweld, onder oorlog, onrecht. Voor de nood van ieder eenzaam mensenkind en zijn naam prijzen. Want zijn barmhartigheid kent geen einde. Hij hoort de ellendigen en redt van de dood. We bidden vanwege alles wat er in onze grote wereld gebeurt. Aan oorlogsgeweld en economische strijd. Aan tegenstellingen tussen volken en godsdiensten. Aan schending van natuur en milieu. Om recht, om adem, om herschepping, om geestkracht. Daarom bidden wij. En we bidden vanwege alles wat er om ons heen gebeurt. In de wereld die ons dagelijks bestaan vormt. Aan polarisatie, aan ruzie en verbaal geweld. Aan onbegrip en stilzwijgen. Aan schending en misbruik. Om recht, om adem, om herschepping, om geestkracht. Daarom bidden wij. Kyrie.
En we bidden vanwege alles wat er in onszelf gebeurt. Diep in ons binnenste. Waar anderen vaak geen weet van hebben. Aan innerlijke strijd en onzekerheid. Aan schaamte en schuld. Aan eenzaamheid. Om hen die wij los moesten laten. Om recht. Om adem. Om herschepping. Om geestkracht. Daarom bidden wij. De Eeuwige zal zich over ons ontfermen. Want hij is erbarmend, genadig, langmoedig, rijk aan liefde, rijk aan trouw, bewarend liefde tot in het duizendste geslacht. Wij prijzen zijn naam en zingen ons loflied. En dat is vandaag lied 103c. Loof de koning heel mijn wezen. De Heer zal bij u zijn. Voordat wij de schriften openen, bidden wij het gebed van deze zondag. Gij, die alleen onze God en onze Verlosser bent, leer ons te horen naar uw woorden. Leer ons te kiezen voor het leven dat sterker is dan de dood. En dat ons verschijnt in hem die uw waarachtige getuige is. Jezus, onze leidsman, dit uur en alle dagen van ons leven. Amen. Dan zal Monique nu voor ons alle lezingen verzorgen. De eerste lezing is uit Job 19, 23 tot en met 29. O, mochten mijn woorden worden opgeschreven, vastgelegd in een inscriptie, met een ijzeren stift gegriefd, met lood gevuld, voor altijd in rotsen uitgehouwen. Ik weet, mijn redder leeft
en hij zal tenslotte hier op aarde ingrijpen. Hoezeer mijn huid ook is geschonden, toch zal ik in dit lichaam God aanschouwen. Ik zal hem aanschouwen. Ik zal hem met mijn eigen ogen zien. Ik, geen andere. Heel mijn diepste smacht van verlangen. Als jullie zeggen, hoe zullen we hem vervolgen, omdat ik het wortel van het kwaad zou zijn? Vrees dan zelf het zwaard, want jullie woede is een wandaad die het zwaard verdient. Weet dat er recht gesproken wordt. Hier eindigt de eerste lezing. Wij zingen lied 119, couplet 1 en 3. De tweede lezing is uit Psalm 119. Gelukkig wie de volmaakte weg gaan en leven naar de wet van de Heer. Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, hem zoeken met heel hun hart. Zij bedrijven geen onrecht, maar gaan de weg die hij wijst. Uw regels hebt u gegeven, opdat wij ons eraan houden. Laat toch mijn wegen recht zijn. Ik wil mij houden aan uw wetten. Ik zal nooit beschaamd staan als ik uw geboden in acht neem. Ik zal u loven met een oprecht hart als ik uw rechtvaardige voorschriften leer. Ik zal mij houden aan uw wetten. Verlaat mij dan niet voorgoed. Hier eindigt de tweede lezing. Wij zingen nu couplet 5 en 6 van Psalm 119. Thank you.
evangelielezing is uit Marcus. Marcus 12, vers 18 tot en met 27. Ook kwamen er enkele Sadduceeën naar hem toe. Sadduceeën beweerden dat er geen opstanding uit de dood is. En ze vroegen hem: Meester, Mozes heeft ons het volgende voorgeschreven. Als iemand sterft en een vrouw achterlaat, maar geen kinderen, moet zijn broer die vrouw bij zich nemen en nakomelingen verwekken voor zijn broer. Er waren eens 7 broers. De een nam een vrouw en stierf zonder nakomelingen. De tweede nam haar tot vrouw, maar stierf ook zonder nakomelingen. En de derde ging het net zo. Geen van de 7 kreeg nakomelingen. Het laatste van hen stierf de Als laatste van hen stierf de vrouw. Wiens vrouw zal ze dan zijn bij de opstanding, wanneer ze uit de dood is opgestaan? Alle 7 zijn ze immers met haar getrouwd geweest. Jezus antwoordde: Dwaalt u niet, u kent de schriften niet en de macht van God evenmin. Want wanneer de mens uit de dood opstaat, trouwen ze niet en worden ze niet uitgehuwelijkt, maar dan zijn ze engelen in de hemel. En wat betreft de opwekking van de doden, hebt u het boek van Mozes in het gedeelte over doornstruik niet gelezen, dat God tegen hem zei: Ik ben de God van Abraham, de zoon van Isaak, de zoon van Jacob. Hij is geen God van doden, maar van levenden. U dwaalt verschrikkelijk. Wij zingen nu het lied De Ene Weten Wij. Het wordt 1 keer voorgespeeld. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, door God geliefde mensen. Op de zondagen van de herfst gaat het meer en meer over de dingen die komende zijn. Over de verwachting van Gods Koninkrijk. En vandaag is het gedachteniszondag. De dag waarop wij misschien wel met meer nadruk dan anders denken aan onze overledenen. Hen gedenken. En als wij de namen noemen van onze gestorven dierbaren, dan horen we hun stem. En dan zien wij voor ogen hoe zij waren. De vertrouwde blik, het karakteristieke gebaar, hun dagelijkse rituelen. We bewaren onze geliefden als een kostbare schat in ons hart. En we lezen op deze zondag het verhaal over Job. Hij lijdt gruwelijk
onder alles wat hem overkomt. En zijn vrienden zijn bij hem en ze spreken met hem over al zijn ellende. En ze denken te weten waarom hem dit alles overkomt. Waarom de eeuwige hem dit aandoet. Want dat dit van God komt, dat staat voor hen wel vast. En ze beroepen zich daarbij op de woorden uit Psalm 119, waar staat dat de mens die Gods geboden in acht neemt, nooit beschaamd zal worden. De eeuwige zal al wie zich aan zijn geboden houdt helpen, bijstaan. En die woorden uit de psalm, die lijken de mening van de vrienden te bevestigen. Job hoort hun woorden aan. En hoewel zijn vrienden in die woorden de eeuwige aan hun zijde lijken te vinden, laat Job zich niet door hen overtuigen. Hun woorden troosten Job niet. Het zijn ook geen bemoediging. Die woorden hebben eigenlijk het tegenovergestelde effect. Hun woorden zijn als een kwelling. En hij vraagt hen waarom zij er niet mee ophouden om hem te belasteren. Het is als een kwelling die dieper in zijn vlees snijdt dan de plaag waar zijn huid aan leidt. Job is het oneens met zijn vrienden. Voor hem is het juist het tegenovergestelde. Hij zegt, maar ik weet. En zijn vrienden kunnen nooit weten wat hij weet. Zij zien Job, ze spreken met hem en staan naast hem, maar ze kunnen niet weten wat hij allemaal te verduren heeft. Dat weet alleen Job zelf, niemand anders. Hoe herkenbaar is dat? Dat je wanneer je naast het ziekbed van een dierbare staat en je het lijden ziet, dat je dan niets liever wilt dan de pijn en de ellende verlichten. Het lijden helpen dragen. Maar dat kan niet. De zieke moet daar helemaal alleen doorheen. Dat geeft je als naaste het gevoel met lege handen te staan. En ook woorden schieten tekort. Het enige wat je kunt doen, is er voor hem of haar zijn. En juist die nabijheid, zonder woorden, zonder daden, kan voor de zieke als een weldaad voelen en kracht geven. Tegenover alles wat de vrienden van Job menen te weten over Gods bedoelingen met hem, verlangt Job maar één ding: God zien met eigen ogen. Dat is het enige dat voor Job telt, te weten dat zijn redder leeft en dat hij hem met eigen ogen zal zien. Ik zal hem zien, zegt Job, geen ander, want ik weet, mijn redder leeft. En waarschijnlijk ben ik niet de enige die hebben deze woorden van Job, de muziek hoort uit Handel's Messiah. I know that my Redeemer liveth. In die muziek lijken Job's woorden onwankelbaar vast te staan, als in steen gebeiteld. Zo heeft Job die woorden ook bedoeld, toen hij verzuchtte, o, mochten mijn woorden voor altijd in de rotsen zijn uitgehouwen. De lijdende Job belijdt hier vol vertrouwen zijn geloof. Mijn redder leeft. En in al zijn aardse ellende beseft Job dat zijn hoop verder reikt dan de aardse dingen in het hier en nu. Zijn hoop is op de toekomst gericht, op het moment dat hij God zal zien, dat hij verlost zal zijn uit zijn ellende. En daarom wil Job zo graag dat die woorden bewaard blijven, voor eeuwig opgeschreven. Soms wordt dat woord redder ook vertaald met losser of vrijkoper. En lossen, dat is meer dan verlossen. Het is niet alleen bevrijden uit oude, knellende banden, maar ook het begin van een nieuwe relatie, een nieuwe verbondenheid. Een losser is verantwoordelijk voor degene die hij heeft vrijgekocht. En over dat lossen, in de zin van vrijkopen, gaat het ook in de evangelielezing. Jezus wordt er weer eens op de proef gesteld, ditmaal door de Sadduceeën. Dat zijn nakomelingen van priester Zadok. Het zijn allemaal priesters in de tempel.
En over de Sadduceeën is veel minder bekend dan over de Farizeeën. En er bestaat een groot verschil tussen hen beiden. De Sadduceeën vormen Jeruzalems hoge geestelijkheid, de tempelelite. Ze hebben alles wat ze zich wensen. Ze zijn uiterst conservatief. En dat is heel begrijpelijk, want veranderingen kunnen het er voor hen alleen maar slechter op maken. Ze houden zich strikt en uitsluitend aan de boeken van Mozes. Ze verwerpen elke vernieuwing en uitbreiding van de mondelingentraditie. Haar politieke macht daarentegen verafschuwen zij niet en zij collaboreren met de Romeinen. De Farizeeën, dat zijn de geestelijke leiders van Israël en die hebben geen enkele politieke macht. Voor hen zijn naast de Torah ook de profeten en de geschriften gezaghebbend. En ook de geschriften die in de ballingschap ontstaan zijn. Een ander verschil tussen de Farizeeën en de Sadduceeën is dat de Sadduceeën niet geloven dat er na de dood nog iets is. Want nergens in de Torah staat beschreven dat een mens uit de doden zal opstaan. En dat geloof in de opstanding, dat is pas ontstaan na het Oude Testament, in de tijd dat het voortbestaan van het volk Israël ernstig bedreigd werd door grote mogendheden. Veel mensen stierven een vroegtijdige en een onrechtvaardig dood. Het volk zocht en vond toen in de oude geschriften hoop en zekerheid op een toekomst bij God, in leven en in sterven. Het geloof in de opstanding leefde in die tijd, zowel bij de Farizeeën dus als bij het volk en ook bij Jezus. Uitgerekend de Sadduceeën, die er niet in geloven, die stellen Jezus de vraag: Meester, Mozes heeft ons voorgeschreven dat wanneer een man kinderloos sterft. En zo spreken zij Jezus aan over het zwagerhuwelijk. En het bijzondere is dat zij dat koppelen aan het opstandingsgeloof. Het zwagerhuwelijk is een wet uit de Torah, uit het boek Deuteronomium. Een wet die regelt dat wanneer een man sterft zonder kinderen na te laten, de zwager van de weduwe op naam van zijn broer bij die vrouw kinderen moet verwekken. Opdat zijn naam niet uit Israël wordt uitgewist. Het zwagerhuwelijk is een menselijke plicht om de weduwe niet het geluk van kinderen te ontnemen. En het is een sociale plicht, omdat kinderen in die tijd de oude dagsvoorziening zijnde. En daarnaast is het een religieuze plicht, opdat ook zij voor God vruchtbaar zijn en een schakel vormen in de lange rij geslachten waaruit eens de Messias geboren zal worden. Meester, Mozes heeft ons voorgeschreven. Natuurlijk, de Sadduceeën hadden dit voorbeeld tot twee mannen kunnen beperken. Maar om de in hun ogen grote onzin van het opstandingsgeloof te illustreren, kiezen zij voor het getal 7, het getal van de volheid. Waarom willen zij het opstandingsgeloof van Jezus, dat hij met zoveel in Israël deelt, toch belachelijk maken? De mensen vinden er troost in. Misgunnen de Sadduceeën hen dat? Jezus raken zij in elk geval niet met hun vraag. Hij weet dat niets hem kan scheiden van de liefde van God. En Jezus staat niet toe dat de Sadduceeën gewone mensen van hun troost beroven. Jezus is een man van het volk. Een volk dat in benauwenis leeft en dat droomt van een land aan de overkant, aan de andere zijde. Een land waar geen armoede, geen honger meer zullen zijn. Waar alle leed geleden is. Mogen wij hopen dat leed en onrecht niet eeuwig duren? En ach, wie weet, misschien leeft er onder de absurde vraag van de Sadduceeën ook wel dat verlangen naar een leven na de dood. Want wie kent dat verlangen niet?
Wie kent die twijfel niet? Jezus verwijt de Sadduceeën dat ze op een dwaalspoor zitten. Jullie kennen de schriften niet en je hebt al evenmin weet van de kracht van God. Jullie hebben gelijk als je zegt dat in de wet niet met zoveel woorden over de opstanding gesproken wordt. Maar wie er de opstanding niet uit opdiept, die heeft de schriften niet goed verstaan. In de schrift lees je alleen maar over Gods ontferming. Het boek staat er vol mee. Er is in dat boek sprake van een overwicht aan leven op de dood. En in de hemel gaat het niet om man en vrouw, niet om het huwelijk. In de hemel zijn wij als engelen. Natuurlijk, wij dromen ervan onze dierbaren terug te zien. En bij die dromen horen beelden. Wij mensen kunnen niet zonder plaatjes. Zonder beelden kunnen we niet dromen. Daar kunnen we ons niets bij voorstellen. We weten niet hoe het zal zijn. Maar het zal heel anders zijn. En het zal goed zijn. Het hiernamaals is niet het hierna nogmaals. Dat hoorde ik iemand eens zeggen. Het is anders. En Job gaat in zijn vertrouwen op God tot het uiterste. Ook al kan hij niet beschrijven hoe dat er precies uitziet, hoe dat gestalte krijgt. Hoe het leven na de dood eruit zal zien, is niet iets wat we rationeel kunnen beredeneren. Het is een sprong die we in vertrouwen maken, in een blijvende relatie met God. Zo moeten we ook het antwoord van Jezus verstaan. Hij verwijst naar Gods openbaring aan Mozes bij de brandende braambos, die niet verteerd wordt. Ook daar gaat het niet expliciet over leven na de dood, maar over een blijvende relatie met de Eeuwige. Die brandende braambos is als een vuur dat in je blijft branden, maar dat je niet verteert. In beide lezingen, zowel bij Job als Marcus, gaat het over een leven naar de wet. En tussen de beide lezingen in hoorden we uit en zongen we uit Psalm 119. De psalm die ons meer over de betekenis van die wet vertelt. Het is de langste van alle psalmen. En elke strofe begint met een letter van het Hebreeuwse alfabet. We lazen de eerste strofe. En die begint met de eerste letter, de alef. In bijna elk vers wordt een ander woord voor Torah gebruikt. De wet, het gebod, de opdracht, de weg. De psalmist spreekt in deze psalm vol liefde over die wet. De Torah is voor hem als het licht, de vreugde, het leven zelf. Gelukkig wie de volmaakte weg gaan en leven naar de wet van de Heer. Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, hem zoeken met heel hun hart. Ik zal mij houden aan uw wetten, verlaat mij dan niet voorgoed. Vandaag is het gedachteniszondag en in gedachten zijn we bij hen die ons dit jaar en eerder zijn voorgegaan. Leven en dood zijn en blijven voor ons een groot mysterie. In onze tijd is het verlangen groot om alles te kunnen verklaren, te begrijpen. En hoe graag zouden we willen weten hoe het leven na de dood eruit ziet. Maar dat is en blijft een groot mysterie. We kunnen er met ons verstand niet bij. Het is zoals met de graankorrel. De graankorrel valt in de aarde en sterft, maar de Eeuwige laat het daar niet bij. Die doodgewaande graankorrel brengt veel vruchten voort. Ik weet, zegt Job, ondanks mijn geschonden lichaam, ik zal God aanschouwen. Ik zal hem met eigen ogen zien, heel mijn binnenste smacht van verlangen. Ik weet,
Maar wat weet Job dan? Hij weet niet wat er is. Hij weet wie er is. Job weet wie zich met hem verbonden heeft. De eeuwige. Zijn redder houdt van deze mens die zich met huid en haar aan hem heeft toevertrouwd. Vertrouwen, daar gaat het om. In de hemel zullen we zijn als engelen, zegt Jezus. Er zal vreugde zijn, geen pijn, geen gemis. Daar mogen wij op vertrouwen. En als het eenmaal zover is, mogen wij ons door de eeuwige laten verrassen, wetende dat onze redder leeft. Zo mogen het zijn, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
Dan gaan we nu zingen. Lied 657. Zolang wij ademhalen. Zal Henk nu een toelichting geven op de collectedoelen. Dat en nog een aantal andere mededelingen. Allereerst wordt u van harte uitgenodigd om na de dienst met onze kop koffie of thee te drinken. En volgens mij is het een koffie plus vandaag. Ook als u onze gast bent, wees van harte welkom. Dinsdagmorgen, hier 5 november... Dinsdagmorgen 5 november hier in deze kerk is er weer een Bijbelkring met als onderwerp Gods naam en hoe daaruit te leven. Het begint om 10:00. Vanavond is er een speciale dienst in de Protestantse kerk in Eersel. Thema is steek een kaarsje aan, ontmoet en deel je verhaal. Om 7:00 is de kerk open voor een stilte en bezinning. Er zijn mensen die dan een luisterend oor willen bieden. Om 8:00 begint de lichtviering en muziek wordt afgewisseld door poëzie, een verhaal en een gebed. In de lichtviering is er dan ook een moment om een kaarsje aan te steken. Muzikale medewerking is van het Sonnenberg Ensemble. Volgende week zondag, hier in deze kerk, is er weer een heilig avondmaal. Denkt u aan de houdbare boodschappen.
De bloemen die vandaag hier in de kerk staan, worden als groet van ons allen gebracht naar de heer Eltjo Scholtens. De bloemenkaart ligt in de ontmoetingsruimte en voor zover u dat nog niet heeft gedaan, wordt u uitgenodigd om die te tekenen. Dan de collectes. De eerste collecte is voor de kerk en de tweede collecte is voor Kerk in Actie, de zending. Specifiek voor Ghana. Ghana, een sterke kerk op een kwetsbare plek. Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het droge noorden zijn de christenen in de minderheid. Vooral in de afgelegen dorpen is het leven een uitdaging, met slechte wegen en het tekort aan schoon drinkwater en elektriciteit. Kerken in Noord-Ghana leiden sterke voorgangers op, die de uitdagingen van hun leefomgeving begrijpen en de mensen kunnen ondersteunen. Ook leren de kinderen met behulp van de Bijbel lezen in hun eigen taal. Dit is voor hen een manier om uit de armoede te kunnen ontsnappen. Van harte aanbevolen. Wij bidden, zegen in deze gave het werk van onze handen. Dan willen we nu onze voorbeden uitspreken en elke voorbeden beantwoorden wij met het zingen van acclamatie 368J. En er is voorbeden gevraagd voor respect voor elkaar, zien en omzien naar elkaar. Dan brengen wij nu voor Gods aangezicht wat er leeft in ons hart. God van leven en licht, als wij de namen noemen van onze gestorven dierbaren, dan staan we erbij stil wie we voor elkaar mochten zijn, wat we deelden aan vreugde en gemis, hoe we elkaar tot steun waren en wat is blijven liggen, wat we liever anders hadden gezien of gedaan. We bidden voor wie de rouw van het verdriet voelt als een open wond, om zachtheid en geduld, dat liefdevolle zorg van anderen hen mag omringen. Zo bidden wij. We zijn mensen van de dag,
kostbaar en kwetsbaar gaan we samen met anderen onze weg. Dat we elkaar zegenen en behouden. Er voor elkaar zijn, bereid om te helpen. Om respect voor elkaar bidden wij. Zien en omzien naar elkaar. Sterk in ons het vertrouwen in uw toekomst, in uw komende rijk. Dat ook wij weten dat onze Redder leeft, dat we hem eens met eigen ogen zullen zien. Voed onze veerkracht, zodat we de liefde voor het leven bewaren. Zo bidden wij. Heer. Eeuwige, wij maken ons zorgen om alles wat er in de wereld gebeurt en we brengen dat voor uw aangezicht. De slachtoffers van het natuurgeweld in Midden-Europa en in Spanje. De slachtoffers van oorlog en geweld op zoveel plaatsen in de wereld. We kunnen het verdriet en de verwoesting haast niet meer aanzien. We voelen ons er zo machteloos bij. En we hebben zorgen om de polarisatie en de spanningen in de wereld. Over de situatie tijdens de verkiezingen in Amerika. Dat die niet escaleren. Dat ze niet eindigen in geweld. Daarom bidden wij. Heer, Eeuwige, u kent ons beter dan wij onszelf kennen. Wees daarom met ons als we stil worden voor u en met u willen delen wat ons bezighoudt. En als we zelf de woorden niet vinden, laat dan de stilte spreken in ons hart en ons vrede geven. Eeuwige, Gij die onze namen hebt geschreven in de palm van uw hand, breng ons bijeen in uw koninkrijk, waar mensen elkaar lief hebben en zich geborgen weten in u, die al van ons houdt voor wij uw naam uitspreken. Laat die ons tot behoud zijn, dankzij Jezus uw Zoon, die ons leerde bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Dan zingen we nu ons slotlied en dat doen we voor zover mogelijk staande. En dat is vandaag lied 747, vers 1, 2 en 8. Eens komt de grote zomer.
gaan van hier. De Heer stuurt ons de wereld in. En we mogen ons daarbij gedragen weten door de zegen van de Heer. Want we gaan niet alleen. Het is de Heer zelf die ons zegent en de kracht geeft om op weg te gaan. Onze taak in de wereld is hier in deze dienst reeds begonnen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap met de Heilige Geest is met ons allen.